De zorgeconomie is een belangrijke economische sector. Zo werken er in Genk ongeveer 6000 mensen in de zorgsector. Ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang en toeleveringsbedrijven zorgen voor werkgelegenheid. We gaan nu twee warme filmen maken, meneer. Daar gaat je een warmtegevoel van krijgen over het hele lichaam. Met ruim 3000 werknemers is het ziekenhuis Oost-Limburg de belangrijkste speler in de Genkse zorgsector. We hebben een regionale functie enerzijds en we hebben ook een superregionale functie waar we eigenlijk een functies hebben voor de ganse provincie en zelfs de regio. Voorbeelden daarvan zijn de neonatale intensive care, de maternele intensive care, de in vitro fertilisatie, het pijncentrum, neurochirurgie, cardiochirurgie, interventionele cardiologie enzovoort. We werken met 2800 medewerkers, waarbij we toch een 250 artsen moeten tellen. Daarbij komen de assistenten, de vrijwilligers en stagiairs, waar we toch wel ondertussen over 3000 mensen dagelijks moeten in het ziekenhuis te werk stellen. Het ziekenhuis heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Ook voor de komende jaren staan er nog heel wat investeringen op stapel, goed voor meer dan 100 miljoen euro. Hier op Campus Sint-Jan gaan we nog twee grote gebouwen realiseren. Enerzijds aan de voorkant van het ziekenhuis komt de zogenaamde K-blok. Dat is eigenlijk het gebouw wat moet realiseren dat de meeste afdelingen van Campus André Dumont kunnen overkomen eigenlijk naar deze campus. Dat is geriatrie, dagkliniek geriatrie, maar ook een groot interventioneel cardiologisch centrum komt ook in dat gebouw. Aan de achterzijde van onze campus komt er nog een functioneel gebouw. Daar komen dan eigenlijk apotheek, magazijnfuncties, een nieuw labo, maar ook nog bijkomende operatiezalen om ook opnieuw in het kader van onze groei weer opnieuw de uitdagingen voor de toekomst aan te kunnen. Vandaag is de pijnkliniek gevestigd in André Dumont. Die pijnkliniek kent een groei jaarlijks van tussen de 10 en de 15% van het aantal patiënten. En die pijnkliniek verhuist eigenlijk naar een volledige nieuwbouw waar de werken vorige maand van gestart zijn in de campus in Lanaken. Innovatie en samenwerkingsverbanden met andere instellingen moeten de werkgelegenheid behouden en zelfs doen stijgen. In dat kader is er ook recent een overeenkomst gesloten met de Universiteit van Hasselt en het Jessa ziekenhuis om een gezamenlijk onderzoeksproject op te starten, eigenlijk ondersteund door Vlaanderen in Actie en door Limburg Sterk Merk. Dat is heel belangrijk voor onze artsen. Op die manier kunnen ze eigenlijk ook hun creativiteit kwijt. Ze kunnen met innovatie meewerken, ze kunnen aan onderzoek meewerken. Samen met onze lokale universiteit eigenlijk in Hasselt. Dat heel belangrijk is in het kader van de verdere ontwikkeling van ons ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt tegelijkertijd uitgerust met de meest moderne apparatuur. Opnieuw goed voor 3 miljoen euro aan investeringen. En dat vergt ook een aangepast opleidingspakket. Voorzichtig erover schuiven. Ja, en dan doorschuiven. Dus rustig aan, hè. Wij moeten kunnen volgen de nieuwe technologieën die de dokters, de geneesheren met zich meebrengen. De apparatuur die we veelvuldig hebben aangekocht de laatste jaren, moet ook kunnen bemand worden door de mensen, de verpleegkundigen, die de juiste kwalificaties hebben. Dat wordt vandaag steeds moeilijker en moeilijker, omdat het meer technisch wordt, meer specialistisch. En hebben we dus ook meer functies in huis om eraan tegemoet te komen. De verpleegkundige specialisten, de expertverpleegkundigen, maar ook heel wat wetenschappelijk medewerkers en onderzoekers zijn vandaag bezig om dus dat te kunnen realiseren. Ook de Katholieke Hogeschool Limburg zal belangrijke investeringen doen in Genk. We plannen een nieuw gebouw inderdaad op de campus Sol in Genk. 8000 vierkante meter, een investering van ongeveer 12 miljoen euro en goed voor ongeveer 1000 studenten. We doen dit samen met KASOG en de studenten die daar naartoe gaan zijn de studenten van ons departement verpleegkunde en voor KASOG de hbo-opleiding. Wat we daar willen doen is samen met het Sol een leer- en innovatiecentrum uitbouwen. Een project wat we daar principieel uitrollen en daarna ook in de andere ziekenhuizen in Limburg willen gaan toepassen. Het oude André Dumont ziekenhuis zal afgebroken worden. Menos zal er een nieuw expertisecentrum bouwen op het gebied van psychologische hulpverlening. Menos is een samenwerkingsinitiatief dat ontstaan is door het samenwerken van een aantal bestaande zorgpartners binnen regio Genk. En is eigenlijk ontstaan vanuit een appel vanuit de thuiszorg en de eerste lijnzorg.
Het is zo dat wanneer mensen ouder worden, er vaak heel wat fysieke ongemakken optreden. Maar daarnaast zien we ook bij een grote groep van mensen dat er zich concentratieproblemen, geheugenproblemen, gedragsstoornissen en soms zelfs depressies ontwikkelen. Van daaruit hebben een aantal zorgpartners binnen Genk gezegd van wij willen intensief gaan samenwerken, deskundigheid delen met elkaar, ervaringen delen met elkaar en op die manier ondersteuning gaan bieden aan die thuiszorg binnen regio Genk. Menos zal hier een volledig nieuw complex bouwen. Er is in samenspraak met het ziekenhuis Oost-Limburg voor gekozen om de campus volledig af te breken en volledig opnieuw terug op te bouwen. Heel belangrijk is dat naast dat woonzorgcentrum met kort verblijf en dagverzorging er ook een wijkafdeling van het Witgele Kruis komt en raadplegingsactiviteit van het ziekenhuis Oost-Limburg. Op die manier willen we ook die samenwerking tussen die partners een stukje zichtbaar maken. Zorgeconomie creëert niet alleen werkgelegenheid in de gezondheidsvoorzieningen zelf, maar ook de toeleveringsbedrijven spelen een belangrijke rol. Denken we maar aan afvalverwijdering, de VZW alternatief voor het bereiden van warme maaltijden voor dienstencentra en Sodexo die de catering verzorgt in de Genkse rusthuizen. Hier gebrand in een studentenkot in Leuven, dat heb je zeker gisteren of te lezen gezien. Hè? Nee. Sodexo zal trouwens ook flink investeren in het nieuwe Genkse rusthuis op de Zorgcampus. En de groep Essers tot slot heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in een nieuwe afdeling Healthcare Logistics. Essers heeft de afgelopen 3 jaar heel sterk ingezet op de healthcare, pharma en healthcare. Met andere woorden, we zetten een stuk logistieke oplossingen voor hospitalen, zorginstellingen, farmaceutische sector hebben we opgezet de laatste jaren. Als je kijkt, we hebben daar de afgelopen jaren toch meer dan 5 miljoen euro in geïnvesteerd in dat segment. Maar intussen loont het. We stellen op die tijd meer dan 290 mensen te werk in wat wij de healthcare divisie noemen. En dat is bij ons de snelst groeiende divisie vandaag. De komst van het Microsoft Innovation Center op SeaMine zal in de toekomst zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van ICT-toepassingen in de zorgeconomie. Thank you.